Nusayir Mazraoui is door de Marokkaanse bondscoach Halilhodžić opgeroepen voor de selectie van Marokko. Ze leefden enige tijd met elkaar in onmin. Maar Mazraoui is er nu weer bij de selectie voor een oefenduel met Amerika. En ook nog twee kwalificatiewedstrijden voor de Afrika Cup. En volgens de bondscoach staat ook de deur voor Hakim Ziyech weer open. Hans. Ja. Dat is goed nieuws. Dat is voor de Marokkaanse voetballiefhebbers en de vele Marokkaanse voetballiefhebbers hier in ons land goed nieuws. Maar ik heb slecht nieuws. Ik weet toevallig dat eergisteren Hakim Ziyech gezegd heeft, in beperkte kring. Hij zegt van, met mij moet je niet klootviolen. Nu heeft die Halilhodžić Mazraoui overtuigd. En Mazraoui dat gaat doen, vindt Hakim Ziyech hartstikke fijn voor de Marokkaanse voetbalbond. Hij zegt maar, hij denkt dan dat ik volg. Ik volg niet. Ik speel nooit meer onder deze bondscoach. Dat heeft hij gewoon één keer gezegd. En net zoals hij gezegd heeft toen hij uitgefloten werd door een gedeelte van de Ajax-supporters. Uh-huh.